Mijn naam is Patricia van der Vijver. Ik sta nummer 2 op de CDA-lijst. Heel betrokken met de jongeren ook. Ik was heel nieuwsgierig wat er hier allemaal gebeurde in het kiesbureau. Ik was ook uitgenodigd door de jongerenwerkers van de gemeente Sluis. En ik probeerde hier op dit moment wat in gesprek te gaan met wat jongeren. Kijken wat er leeft onder hen. We hebben bij het debat in het Twintcollege er ook al over gehad. Van goh, wat leeft er onder jullie? Wat kunnen wij voor jullie betekenen de komende 4 jaar? En nu hoop ik hier in gesprek te gaan met jongeren. Nog meer dingen te weten te komen waar we aan kunnen werken de komende jaren. In welke onderwerpen zijn de jongeren het meest geïnteresseerd? Ze zijn geïnteresseerd in de leefbaarheid en hun kern en wat gebeurt er allemaal. Een aantal die zeggen ook van ja, straks moet ik gaan studeren. Dus ja, dan zie ik het wel als ik weer terugkom. En ze willen ook dat er van alles georganiseerd wordt binnen de kernen. En anderen zijn weer bezorgd over de zorg. En het hangt ook een beetje af van de gezinssituatie, wat ze al gehoord hebben van hun ouders en waar ze zich dan zorgen om maken. Dus we door in gesprek te gaan met de jongeren, proberen we samen met hen iets te realiseren en er een mooie gemeente van te maken. Ik ben Timon Flikweert, 17 jaar en ik zit op HAVO 5 Twincollege. En wat is jouw betrokkenheid bij het kiesbureau? Ik help de stemmen tellen straks en de papieren uitdelen en dat is het eigenlijk wel. Maar ik heb begrepen dat je ook een van de initiatiefnemers bent. Ja, ook we hadden een debat georganiseerd en daar heb ik samen met 3 anderen, samen met meneer De Smit, dat is ons maatschappijleraar, hebben wij de stellingen vormgegeven en gewoon het helemaal georganiseerd. Dus opgezet en gewoon gekeken, toezicht gehouden en ervoor gezorgd dat alles op rolletjes liep. En waarom vond je dit belangrijk? Natuurlijk is het belangrijk dat de scholier voornamelijk weet dat hij betrokken is en dat hij iets kan betekenen voor de lokale bestuurvorming. Maar ook als je kijkt naar Wat er speelt op het moment qua onderwijs, is het heel belangrijk dat jongeren hun stem laten horen. En daarom hadden wij ook als doel het onderwijs centraal stellen in de stellingen. En dan hoor je echt tijdens de debatten dat de leerlingen echt gemotiveerd daarvoor zijn en echt hun mening mogen geven. En daardoor kreeg je direct een debat en dat bracht een goed resultaat. Is het politiek bewustzijn groter geworden bij jongeren? In onze gemeente vind ik het wel, maar ik kan natuurlijk niet spreken over andere gemeentes, want daar ben ik niet zo in. Maar de leerlingen van het Twincollege zijn meer met politiek bezig door de initiatieven van de school? Naar mijn inziens wel. Mijn naam is Kata Benji en ik zit in V6. Wat vind je van het initiatief van het Twincollege dat ze hier een kiesbureau oprichten? Ik vind het heel goed, want kinderen moeten nu al voldoende informatie krijgen, zodat ze weten waar ze op moeten stemmen als ze 18 zijn. Waarom vind je dat belangrijk? Ik vind dat ze gewoon voldoende geïnformeerd zijn en ook zelf weten waar ze aan toe zijn en hoe het allemaal gaat. En ja, dat ze gewoon genoeg informatie hebben. En vind je dat politiek bewustzijn toegenomen is door het kiesbureau? Ik hoop het wel. Ja, dat is natuurlijk bij alle leerlingen anders, want sommigen hebben gewoon minder interesse. Maar ze hebben wel genoeg informatie gekregen, vind ik, en ik vind dat heel goed. En buiten de verkiezingstijd, zijn er dan ook wel eens discussies tussen de jongeren over politiek? Ja, vooral bij maatschappijleer, dat hebben wij nu niet meer, maar tot en met vorig jaar hebben we dat wel gehad en dan hebben we zeker heel veel gepraat over politiek. Zojuist is de uitslag van de scholierenverkiezingen 2018 bekend geworden op het Twincollege in Oostburg.
In de aanloop daar naartoe is er vorige week woensdag 14 maart een politiek forum geweest. Alle vertegenwoordigers van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Sluis hebben daaraan deelgenomen. Zijn aan de hand van 15 stellingen met elkaar in debat gegaan. De uitslag staat hier op het bord. Wat vooral opvalt is dat de landelijke partijen dat die de hoogste score halen en de regionale partijen veel lager scoren. In totaal hebben 259 leerlingen hun stem uitgebracht en onbetwiste winnaar op het Zincollege is dit schooljaar de VVD met 83 zetels.